Beste kijkers, we staan hier aan de zuidzijde 63 in Bodegaven. En daar bevindt zich de dierenartspraktijk Bodegaven, beter bekend onder de naam DAP. Bent u ook zo benieuwd wat we daaraan zullen treffen? Blijft u kijken. We nemen u vandaag mee voor een kijkje in de operatiekamer van de paarden van de dierenartspraktijk Bodegraven. We gaan u een castratie van een hengst laten zien, een van de meest voorkomende operaties bij paarden. Hengsten kunnen, als ze mannelijk gedrag vertonen, zelfs gevaarlijk zijn. En daarom worden de hengsten die niet meer voor de nakomelingen nodig zijn, gecastreerd. We zien hier een hengst die voorbereid is voor de castratie. Op stal heeft hij al een spuitje gekregen waar hij wat rustiger van wordt. En daarna wordt hij richting de operatiekamer gebracht. Er wordt een katheter ingebracht waar later de rest van de narcosegassen doorgegeven of de narcosevloeistof gegeven kan worden. De katheter wordt vastgezet, dat als het paard ligt, zou de katheter eruit kunnen gaan. De plek waar het paard wordt neergelegd wordt voorbereid. Het paard wordt tussen twee kussens gezet, waar hij de rest van het narcosevloeistof krijgt, waardoor het paard gaat liggen. Het paard wordt strak tussen de kussens gezet, zodat het bij het neerkomen niet zich kan beschadigen. Het infuus wordt toegediend. En dan zullen we zien dat het paard gaat liggen. Het paard gaat eerst door de achterhand, zoals wij dat noemen, de achterzijde. Daarna gaat het paard voor ook liggen. En zo wordt het paard onder narcose gebracht. Wanneer het paard goed onder narcose is, worden de kussens weggereden. Uiteraard moet het paard nog richting de operatietafel gebracht worden. Dit doen we door een ketting die het paard omhoog trekt, waarna het naar de tafel gebracht kan worden. Er wordt een mondsperder ingebracht, waarna een tube in de luchtpijp wordt gebracht. Hierdoor kunnen later de narcosegassen toegediend worden. Het paard wordt nog verder onder narcose gebracht via de vloeistof. En hier komt de takel die het paard op de tafel zal brengen. Met kluisters wordt het paard aan de takel vastgemaakt. En zo zal het paard verplaatst worden. Op de dierenartspraktijk worden de castraties in de operatiekamer uitgevoerd. Dat garandeert een steriele omgeving, waardoor de kans op infecties veel kleiner is. Het paard wordt liggend gecastreerd, waardoor de chirurg veiliger staat en een veel beter overzicht heeft over het operatievlak, waardoor de kans op complicaties later veel kleiner zal zijn. Het operatiegebied wordt zeer goed schoongemaakt, steriel gemaakt. Je ziet dat de hoeven afgeschermd zijn met, in ons geval, met handschoentjes, want dat past heel mooi. De hoeven zijn uiteraard niet zo schoon. Het paard wordt voorbereid voor de operatie. Ligt inmiddels aan de narcosegassen. Het beeld is een beetje hetzelfde als bij een humane operatiekamer. Alleen alles is wat groter. De chirurg wordt aangekleed. De chirurg is Teun Sterk uit Bodegraven en hij zal de castratie uitvoeren. Alles vindt zo steriel mogelijk plaats.
wondvlak wordt goed afgedekt om alles zo steriel mogelijk te houden. En alle spullen worden klaargelegd om de castratie uit te voeren. Er zijn meerdere methoden om te castreren. Veel gebruikte en klassieke methode is de castratie over de balzak, waarbij de wond open blijft, wat meer kans op wondinfecties geeft. Een andere, iets duurdere methode waarbij de wond dichtgehecht wordt, is de castratie over de lies. En die ziet u hier. Voordeel hiervan is dat de wond na afloop weer dichtgehecht wordt. Uiteraard moet dit zo steriel mogelijk allemaal plaatsvinden, deze operatie. Daarom gebeurt dit onder steriele omstandigheden op de kliniek. U ziet inmiddels de bal die uit de lies tevoorschijn gehaald is. Een klein bandje wordt losgetrokken om de bal te kunnen verwijderen. De bal zit nu nog vast aan een zaadstreng. Zaadstreng met een aantal stevige bloedvaten. Deze moeten uiteraard goed afgesloten worden om de complicaties zoals nabloeden te voorkomen. Op de zaadstreng en de bloedvaten wordt een zogezegde kneustang gezet. Je ziet die hier. Hierdoor wordt het weefsel ter plekke samengeperst, zeg maar. Hierna wordt er een hechtdraad opgezet, zodat er geen open verbinding is meer met de zaadstreng naar de buik. En zodat ook de bloedvaten goed afgesloten blijven. Na het afknippen wordt uiteraard erg goed gekeken of inderdaad de bloedvaten niet meer nalekken. En na afloop wordt de lies weer dichtgehecht, wat dus een verschil is met de castratie over de balzak, waarbij de wond open blijft en er nadien veel gestapt en afgespoten moet worden, zodat de wond uiteindelijk vanzelf dichtgroeit. Hier ziet u het afsnijden van de tweede bal. Je ziet de zaadstreng naar beneden wegschieten, de zaadstreng met bloedvaten. Die wordt nog even buiten de wond gehouden om te kijken of hij inderdaad niet meer nalekt. En als dat niet het geval is, wordt de stomp teruggestopt in de lies. En daarna wordt het wondje in de lies dichtgehecht. Wat middel op de wondjes gespoten, ook weer tegen infectie. En het paard mag terug naar de uitslaapbox. Uiteraard op dezelfde manier zoals het gekomen is. Het voordeel van de gasnarcose is dat op het moment dat de operatie al een eindje op weg is, kunnen de narcosegassen alweer uitgewassen worden. Wat een voordeel heeft dat het paard eerder zal opstaan. Een voordeel boven vloeistofnarcose. Het paard wordt neergelegd op kussens in de uitslaapbox. Alle handelingen vinden vlot plaats in een geroutineerd team. Het ene paard wordt iets sneller wakker dan het andere. Dat wisselt wel eens. Dus het moet allemaal zo vlot mogelijk gebeuren. Er wordt nu gewacht tot het paard kan slikken, waardoor de tube kan verwijderd worden. Dat is hier het geval. Dan kan de mondklem er ook weer uit. Snel wakker. Volgens mij helemaal niet. Dat kan er maar beter uit zijn als die echt wakker wordt, zeg maar. Halster wordt alvast omgebracht. In Bodegraven staan de paarden, zoals dat heet, geassisteerd op. Aan het halster en aan de staart zijn touwen vastgemaakt. Het paard moet zelf opstaan, maar bij het opstaan kan wel geholpen worden met behulp van touwen. Op de kliniek in Bodegraven staan de paarden na operatie, zoals dat heet, geassisteerd op. Uiteraard moet een paard zelf opstaan, want een paard van 600 kilo kun je niet optillen. Maar bij dat opstaan worden ze geholpen door een systeem van touwen die aan het hoofd en aan de staart vastgemaakt worden. Een assistente bedient deze touwen om het paard wat te ondersteunen. Sommige paarden staan op en zijn nog zeer wankel. En het gevaar is dan dat het paard weer terugvalt, waardoor het paard blessures op zou kunnen lopen. Het ene paard staat snel op, maar kan dat eigenlijk nog niet. En het andere paard blijft lang liggen en staat heel goed op. We zitten hier bij de kantine van de DAP, genaamd Villa Zeldenrust.
En naast mij zit Hans de Groot, een van de dierenartsen hier werkzaam. Hans, kun jij iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de DAP? Ja, dit is begonnen in 1961, volgens overlevering, want toen was ik 1 jaar. En toen is de heer Hofland hier begonnen met iemand anders, 2 dierenartsen. Later is deze praktijk opgesplitst. En toen is de basis van deze praktijk ontstaan. De praktijk zat toen nog in het Hoge Huis aan de Wilhelminastraat. Ja. Dat kennen de meeste bodegravers wel. Dat hele Hoge Huis met het bordje Sursum Corda erop. Ja. Met het hart omhoog. En daar hebben de heer en mevrouw Hofland heel lang de praktijk gehad. Nou, inmiddels is de praktijk uitgegroeid. De heer Hofland deed al redelijk wat paarden. Zakelijk werden er veel paarden gedaan naast de landbouwhuisdieren. Dus is in de begin jaren 90 deze boerderij, rundveeboerderij, aangekocht. Om daar uiteindelijk een kliniek voor paarden in te beginnen. Omdat de zoon van Hofland, Lenert Jan, graag ook paarden deed. Deed heel veel paarden. Dus we zijn hier begonnen toen, begin jaren 90, ik was er nog niet. En toen werden er nog landbouwhuisdieren, kleine huisdieren en paarden gedaan. Dat werd steeds groter. In 96 ben ik er ook bij gekomen. Toen waren we met z'n vieren. En in 2001 hebben we de landbouwhuisdieren afgestoten, zijn verkocht. En dat zit nu in Zwammerdam, de dierenartspraktijk Het Groene Hart. Dus toen bleven de paarden en de kleine huisdieren over. En dat zit dus sinds begin jaren 90 in deze kliniek. Dus met 11 dierenartsen, paardendierenartsen en 4 kleine huisdierenartsen. En we hebben nog rond de 20 mensen aan assistentes, telefonistes en alles. Dus veel mensen werken hier. Dus het accent ligt op de paarden? Primair op de paarden, 11 dierenartsen die zich met paarden bezighouden en 4 met gezelschapsdieren dus. De klinieken, qua paarden zijn wij qua particuliere klinieken de grootste van Nederland. Want 11 paardendierenartsen is heel veel. Er zitten hier heel veel paarden in de omgeving. Paarden komen ook overal vandaan. En 4 kleine huisdierenartsen is ook een redelijke kleine huisdierenpraktijk. Maar het accent ligt hier op de paarden met name. Daar zijn we bekend om. Maar de kleine huisdieren is zeker ook niet gering. Er wordt ook veel gedaan. Maar dat betekent dat voornamelijk de klanten met paarden, die komen dan uit het hele land vandaan, mag ik aannemen. Ja, wij rijden zelf visites. Dat doe ik met name. En dat ligt zo'n beetje in het gebied, van Duindicht aan het westen tot aan Utrecht. In het noorden, Amsterdam, aan het zuiden Schoonhoven. Maar uit die regio komen ook heel veel paarden. En die komen dus uit het hele land deze kant uit, ja. Dan zijn er paarden die hier komen, die worden hier onderzocht en behandeld en die gaan weer weg. En er zijn ook paarden die hier blijven. Die worden geopereerd, die worden ingestald in de stal hier en die blijven hier een paar dagen of een week of die worden onderzocht. Dus we gaan langs en ze komen hierheen. Hebben jullie ook een bepaalde specialisatie? We hebben alle specialisaties in huis. We doen chirurgie, we doen inwendige ziekten. We worden hier heel veel kreupele paarden gedaan. We doen gynaecologie. We hebben niet één ding wat we specifiek veel doen. Eigenlijk doen we alles. Dat is de specialisatie eigenlijk, dat we alles doen. Er zijn nieuwe technieken, MRI, CT-scans. En daar zijn, als je dat zou willen doen, dan heb je daar ook weer ruimtes voor nodig. Heb je weer nieuwe gebouwen voor nodig. Ik weet niet of we dat gaan doen, maar stel je dat we dat ook nog weer zouden gaan doen, dan wordt het hier allemaal een beetje krap. Dus, maar goed, ik denk niet dat ik dat nog dan weer ga meemaken in de rest van mijn carrière, maar ik weet het nog niet zeker. Op korte termijn hebben jullie geen plannen om uit te breiden? Het zou mooi zijn als we het zo mooi kunnen consolideren. We hebben natuurlijk met crisis te maken, paarden houden is duur, wij hebben het nog heel druk. Dus daar zijn we heel blij mee. Maar ja, je hoopt dat dat zo blijft. En het is hier wel druk bevolkt. Maar dat maakt ook dat heel veel mensen hier paarden hebben. Want wij kunnen hier zitten omdat in het westen van het land heel veel paarden worden gehouden. En daar leven wij van. Dus wij moeten juist in een druk bevolkt gebied zitten. Maar dan wel in het Groene Hart waar heel veel paarden zitten. En ik denk dat dat nog wel even zo zal blijven. Dus ik zie de toekomst wel zonnig in zoals het nu is. Duidelijk. Dan heb ik nog een allerlaatste vraag. De bereikbaarheid. Zijn jullie tijdens kantooruren bereikbaar? Nee, wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Overdag staat de telefoon hier op de kliniek. Kan iedereen bellen. En zodra hier de mensen weg zijn, dan gaat de telefoon over op een van de dienstdoende dierenartsen. Dus wij zijn 24 uur bereikbaar en eigenlijk word je dan bijna meteen teruggebeld. En dat gaat altijd door. Gebeurt het vaak dat jullie 's nachts of 's avonds gebeld worden? 'S avonds gebeurt elke avond. Het is eigenlijk geen avond dat je niet gebeld wordt. Dat wil niet zeggen dat er altijd ook wat is, maar heel vaak wel. 'S nachts niet elke nacht, het is nu voorjaar, nu wel vaak. En met name in het voorjaar. Want nu worden de veulens geboren en dat gaat niet altijd goed. Hans, wil je de kijker nog iets meegeven? Heb je nog een boodschap voor de kijker?
Een boodschap voor de kijker. Wij zijn altijd bereikbaar. En mensen denken wel eens van, ja, ik durf niet te bellen, want het is buiten de uren. Ze kunnen altijd bellen. En mensen zijn altijd welkom hier. Heel mooi. Hartelijk dank voor dit interview.